Sterker nog, het allemaal een violinebedrijf van volle vliegen de haakjeboog in de. Denk je, hou je het vol. Ik denk dat 914 van Hamlet Balo de leiding kan pakken voor nummer 980 aan de familie Weidzomer. Van zal daarvoor wel naar binnen moeten, denk ik. Niet of die buitenbocht kan blijven rijden. Krijg je een mooi gevecht op die tweede plaats. Waarbij 980 aan de familie Weidzomer. Met alles wat hij heeft, die plaats moet verdedigen. Enorm wordt opgejaagd. Door 961 en 958. 961 is Ralf Hendricks uit Melvelsnauw. En 958 is Freek van Wielek uit Balo. Mooi gevecht op die derde plaats. 980, 961, 958. Die drie in zijn derde plaats. Aan de leiding nog steeds 914. Paul van de Ham uit Balo. De tweede plaats is er steeds voor 980. Anne van Mierlo uit Zomeren. Nou, dat zeg ik wel. Maar dat is niet meer het geval. Het is 958. Die in anderhalve ronde tijd van de vijfde naar de derde plaats is gekomen. Naar de tweede plaats is gekomen. 914. Val van de Ham uit Balo. Kijk, de kort is hier van de laatste twee ronden. En heeft hij gezien waar nummer 958 Freek van Wielek uit Balo zit? Die zit er heel dichtbij, daarachter. Nummer 980. Arno van Mierlo uit Zomeren. Wat gaat het scherp daar om die, dat gevecht op die tweede plaats, jongens? En dan het gevecht op de eerste plaats nu. Ik denk dat we een nieuwe leider hebben. 958, jazeker. Jazeker, het is 958. Freek van Wielek uit Balo. Oh, wat trots die dan een fantastische mind, jongen. Ik zou bijna zeggen, Red Bull geeft die vleugels. Maar het is ongelooflijk wat hij hier presteert. Dan moet 914. Paul van de Ham uit Balo ook nog uitkijken voor zijn tweede plaats. Want daar zit 980 aan de familie het zomer op te loeren. Daar is hij, 958. Hij wint hem. Freek van Wielek uit Balo. Goed gekost, Freek. De tweede plaats. Ja, die is voor 980. Aan de familie het zomer. En de derde plaats voor 914. Val van de Ham uit Balo. Daarachter op de vierde plaats is 961,